Zorg dat je goed zit, dat je het gevoel hebt dat je zo voor lange tijd kunt blijven zitten. Het is belangrijk dat we aandacht besteden aan onze houding. Dat we niet gespannen zitten, maar wel met aandacht. En ook op zo'n manier dat we niet last hebben van een slapend been of iets dergelijks. Dat de bloedsomloop goed verloopt. En de ademhaling ook. En als we weten dat onze ademhaling goed verloopt, ademen we diep in. Rustig uit. En dat herhalen we zo een paar keer. Dan ontspannen we eerst onze ogen. Laat je ogen zacht worden. Voel de spiertjes in je ogen zich ontspannen. In je oogleden. Tussen je ogen. Waar je neus naar je voorhoofd loopt. En als we onze ogen ontspannen, dan voelen we ze wat minder. We worden er niet meer door afgeleid. We kunnen er nog steeds wel bewust van zijn, maar de spanning is minder. Dus als we kijken van in welke mate doen we onze ogen dicht, dat nog wel eens een onderwerp van discussie is tussen meditatieleraren, dan is het antwoord simpel in die mate dat het voor jou ontspannen voelt. Knijp je ogen niet dicht. Maar we hoeven onze ogen ook niet zo veel open te doen dat we afgeleid worden. Maar als we tijdens de meditatie toch veel afleidingen hebben, ook al mediteren we met de ogen dicht, kan het soms wel nuttig zijn de ogen een klein beetje open te doen. Je ogen een klein beetje open te doen en dan merk je dat je minder bent afgeleid. De ontspannen zachtheid van onze ogen verspreidt zich naar de rest van ons gezicht. We voelen ons gezicht zich helemaal ontspannen. Ook onze schouders. Het kan zijn dat ze een beetje zakken.
voelen borst en buik ontspannen. De rug, heupen, benen tot aan de tenen. We nemen hier wat tijd voor. We hoeven niet te haasten. We geven ons lichaam de tijd zich helemaal te ontspannen. Net als een last die we lang met ons mee hebben gedragen en die we nu op de grond neerzetten en achterlaten. Loslaten. Laten varen. We worden ons bewust van ons gehele lichaam. En als er nog spanning is, dan zoomen we daar niet op in. Wanneer we ons lichaam hebben ontspannen, besteden we aandacht aan onze innerlijke wereld, aan ons bewustzijn. We geven de ruimte aan onze gedachten, die soms positief zijn, soms negatief. We laten ze komen en gaan. We rukken ze niet weg, maar we gaan er ook niet achteraan lopen. We hoeven ook niks te analyseren, te categoriseren. We zijn gewoon bewust. Van het hier en nu. We geven plaats aan onze gedachten zonder er ons mee bezig te houden.
net als de lucht plaats geeft aan de wolken, zonder zich ermee bezig te houden. We merken geleidelijk dat onze gedachten en gevoelens minder actief worden. Onze gedachten kleuren ons bewustzijn niet langer. Onze ademhaling wordt trager. En we vinden het fijn om helemaal niets te hoeven doen. We hoeven niet meer te reageren op alles wat er door ons heen gaat. En we merken dat we daardoor meer ruimte, openheid voelen. Als we toch zijn afgeleid of gefrustreerd raken, dan herinneren we onszelf er weer aan dat het belangrijk is neutraal te blijven. Neutraal, open voor elke gedachte. En we laten alles zijn en we laten alles weer gaan. We hoeven niet te gaan zoeken naar meer rust. Die rust, die komt vanzelf. Geleidelijk aan voelen we meer openheid, meer leegte in onszelf, lege ruimte. Het kan ook zijn dat we de lege ruimte om ons heen meer voelen. De lege ruimte in onze omgeving. Om ons heen, direct om ons lichaam heen. En de ruimte, de leegte in onszelf en die van onze directe omgeving
Word er geleidelijk aan meer één. We merken dat we meer een onderdeel van onze omgeving worden. Als het ware alsof we opgenomen worden in onze omgeving. Onze aandacht is zacht en natuurlijk. We hoeven niets op dit moment uit te sluiten. We zijn ons nog steeds bewust van wat er buiten ons lichaam is, gevoelsmatig dan. Wanneer we meer ruimte, openheid en tevredenheid in onszelf voelen, worden we ons wederom bewust van onze ademhaling, die naar binnen gaat en weer naar buiten. We hoeven de ademhaling niet meer te beïnvloeden. We worden er gewoon bewust van. En aan het einde van de baan die onze inademing aflegt, voelen we de middenruimte in onszelf. Of als we het niet voelen, zijn we daar in ieder geval bewust van. Met een zachte, zorgzame aandacht, zacht en subtiel, zijn we ons bewust van de middenruimte. Met een heel licht, met een hele lichte vorm van gewaarzijn. Voelen we de middenruimte in onszelf. Het kan ook wel zo voelen alsof onze aandacht al in het midden is.
Na verloop van tijd kan het zijn dat we voelen alsof we meer in het midden zijn. Alsof we geleidelijk aan meer in ons midden worden getrokken op een natuurlijke wijze. Dit is een heel natuurlijk proces en daar kunnen we ons bewust van zijn. Sommige dagen raken we gemakkelijk in het midden, andere dagen moeilijker. Maar dat is allemaal prima. Want elke meditatie is waardevol. Als we soms het gevoel hebben dat we lichter worden in ons lichaam, of dat we het gevoel hebben dat ons lichaam verdwijnt, hoeven we daar niet van te schrikken of onze ogen open te doen. We laten het gebeuren en we raken eraan gewend. Het is uiteindelijk een illusie. En we hoeven er niet te veel waarde aan te hechten. Maar het geeft wel aan dat we leren los te laten. Dus gaan we samen verder mediteren. We wachten en we laten de meditatie zich op natuurlijke wijze ontvouwen.
Voordat we aan het einde van de meditatie komen, nemen we wat tijd om de positieve energie van deze meditatie te delen met onze medemens. Als een soort van oefening. En dat doen we te beginnen bij onszelf. We glimlachen naar onszelf en geven onszelf dit geluk van de meditatie. Deze rust en kalmte. We gunnen dat onszelf. We geven dat aan onszelf. En dan laten we deze rust, kalmte, deze innerlijke stilte, laten we naar buiten toe verspreiden. Als een soort van licht. Een energie die van nature zich verspreidt naar buiten toe. We glimlachen naar de wereld en we wensen dat iedereen gelukkig mag zijn, vrij van lijden, dat iedereen ook dit mag ervaren, deze rust. Gelukkig mag zijn en vrij van zorgen en lijden. Gezond en vrij van ziekte. De mensen in onze omgeving en de mensen die verder wonen. De mensen die we kennen, maar ook die we niet kennen. De mensen die we mogen, maar ook waar we moeite mee hebben. Dat iedereen gelukkig mag zijn, vrij van lijden, in alle richtingen om ons heen. Voor ons, achter ons, links en rechts. Dat iedereen gelukkig mag zijn, vrij van lijden. Iedereen in de wereld, wie dan ook, waar dan ook, het is iedereen gegund gelukkig te zijn. En ook de dieren, zoogdier, vogel, vis, dat iedereen en alles wat leeft gelukkig mag zijn, vrij van lijden. Dan komen we aan het einde van deze meditatie. We worden ons bewust
van ons lichaam en onze omgeving. We horen de geluiden om ons heen. En we voelen het kussen of de stoel waar we op zitten. We voelen onze handen, onze armen en de rest van ons lichaam. Voordat we onze ogen open doen, inspireren we onszelf. We nemen voor dat we ook in ons dagelijks leven nu en dan contact maken met de middenruimte in onszelf. En op die manier ervaren we aandacht, ervaren we mindfulness, ervaren we helderheid van geest en aanwezigheid in ons dagelijks leven. Dan doen we geleidelijk onze ogen open aan het einde van deze meditatie. En we kijken met een net wat andere blik naar de wereld om ons heen.